Round 3. Welkom bij het Duel 2.0. Bastiaan Nox tegen Björn van Puur Bordspelplezier. En in dit duel gaan wij het tegen elkaar opnemen in Dungeon Quest. En buiten beeld hebben we nog een derde speler zitten, Petra. En zij gaat zich mengen in de chaos die Dungeon Quest eigen is. Ik heb in ieder geval weer goed zin in voor jullie kijkers. Het spel Dungeon Quest is een avonturiersspel waar ik helemaal in de huid gekropen van avonturiers. Ik ben alleen de miniatuurtjes vergeten, want die heb ik geschilderd in een andere doos gestopt. Dus we gebruiken alternatieve avonturiers. En met onze avonturiers gaan wij de dungeon in en we gaan questen naar de schat van de draak en alle andere schatten die we tegenkomen. Daar hebben we beperkt de tijd voor en binnen die tijd moeten we schatten verzamelen en weer ontsnappen. En degene die uiteindelijk de meeste schatten heeft verzameld en weet te ontsnappen, wint. Dit spel is redelijk willekeurig en vrij genadeloos op monten. Het kan maar zo zijn dat je het niet levend haalt. Dat maakt het voor de anderen weer beter. Ik zeg succes. Hetzelfde. May the best one win. Ja, dat is in dit spel heel erg van toepassing. May the one with the most luck win. Laten we dat doen. Als een speler aan de beurt is, twee opties. Je gaat ofwel een search actie doen als er een search icoontje staat op het vakje waar je op dat moment bevindt. Of je gaat verplaatsen. In mijn geval, en zoals bij alle andere stapspelers, betekent dat automatisch bewegen. Ik wil hier naartoe. Ik plaats een nieuw tegeltje. Het tegeltje heeft een paars pijltje. Paars pijltje wil in dit geval zeggen een portcullis. Dat kun je misschien niet goed zien, maar dat is gewoon een ijzeren traliewerk. Yes. Mocht ik daar, als ik daar overheen wil gaan, dan moet ik een strength check doen. En dat is in mijn geval 4 of lager geworden. En dat is dus niet gelukt. Ik ben de kamer niet ingekomen. Mocht het een deur zijn, dan pak je gewoon een deurkaart om te kijken of die open is. Dus ik heb een kamer ontdekt, maar ik kan er alleen niet in. Dat is in ieder geval beurt 1 van mij verbeterd. Ik zou ook langs die kant dan. Oh ja, je ziet toch dat. Ik heb wel een test gefaald, dus ik krijg een tootje. Goed, ik ga ook een tegel. Ik ga namelijk naar hier. Hè. Ik heb een zilver of een wit pijltje. Dat betekent dat je een dungeon kaart tegenkomt. Een portie ellende. Soms wel, soms niet. Ik heb een skeleton. Oké, jij hebt gelijk een skeleton gevonden. Ja. Nou, ik heb hier 4 skeletten liggen met verschillende krachten. Wil je 1, 2, 3 of 4? Pak de middelste van links te beginnen. Oké, dat is 2. Ja. Oké. Nou, het skelet leg ik aan de kant. Ik ga het skeletdek. Jij mag 1 kaart van jezelf pakken en 4 kaarten van de algemene stapel. En dan gaan we gewoon een combat spelen. Dat is gewoon kaartje spelen, eventuele counterattacks en dan de winnaar eruit trekken. Of wil je eventueel escapen? Nee. Oké. Wat kan er nu? Een paar bewegende botten. Wat kan er nu? Wat kan er misgaan? Wat kan er misgaan? Oké. Ja, maar ja, vijf. 4 tegen 4, gelijkspel. Kaarten gaan uit de combat stack. We vullen weer aan. En we gaan door. Oké, het zijn wel een paar slimme bewegende botten. Ja, deze zijn niet heel erg onnozel. 4 tegen 5. Dat betekent dat jij de combat wint. Dat betekent damage voor mij. Deze, en, deze liggen niet in dezelfde kleur, dus deze gaat rechtstreeks naar de combat stack. Yes. Kaartje erbij. Kaartje erbij. Voor mij is dood. Nee. Het antwoord is nee. 4 tegen 4, gelijk spel. Alles gaat de combat stack in. Als je nu verliest, krijg je met de juiste kleuren een redelijke berg damage. Vier tegen 3, dat betekent dat ik zou winnen, maar jouw counterattack, je bent lager en je counterattack klopt, dus je mag er nog een rooi bij leggen. Dat is 4 tegen 4. Je kunt het niet stacken. Maar. Nee! Dus alles gaat de combat stack op. Dom spel. Nou, wacht tot je hier misgrijpt. Ja, dat is hetgeen dat ik zeg. Hè. We laten de combat kaarten aan te passen en hop. Oké. Okay. 2 tegen 3, ik verlies. Ja. Maar ik mag er iets bij spelen. Nee. Ik kan er 3 van maken. Dit is oh zo man, echt, degene die daar nu een combat. Je moet wel zorgen dat je de 5 hebt. Ja, dus jij 2, ik 2. Sorry. Ja, je moet nu niet verliezen.
Zeker niet met rood. 2-3. Ja, dus de counterattack is op rood. Dus in dit geval win ik het gevecht. Dus dat betekent dat dit jouw damage wordt. Kaartje erbij. Ik heb eentje erbij. 2-1. Jij wint. Ik krijg deze. En dat is genoeg om het skelet te verslaan. Even kijken. Dus zorg dat je je eigen kaart terugkrijgt. Hoe zie je dat? Nou, er zit één kaart met jouw poppetje erop. Ah ja, oké. En de rest kan gewoon naar de algemene aflegstapel. En dit is het skelet. Yes. Ah, die moet hier. Ja, die kunnen gewoon daarnaast. Hoeveel schade had je? Je had 4 schade. Ja. Dus een 5 omwisselen naar een 1 als de. Nou, leuk begin van de dag. Beurt 1. Petra. Bang. Welke kant ga je op? Naar daar. Naar daar. En jij trekt. Altijd lekker die skeletten. Een gele pijl, dat is een corridor. Dat betekent dat je onmiddellijk nog een keer gaat bewegen. Mm. Ik zal met mijn smikkel tegen de muur lopen. Ja. Ik ga naar daar. Eens kijken of het mooi is. De achterkant van de kaart. Oeh, groen, een spinnenweb. Groen zijn speciale kamers, in dit geval spiderweb. Spiderman. Je mag bij deze kamer kiezen. Ik zet je eventjes aan deze kant. Of je je terugtrekt, dan ga je terug naar de kamer waar je de vorige keer vandaan kwam. Dat moet je dan ook nu gelijk kiezen. Of je mag proberen door het web heen te gaan. En dan moet je een strength check doen. Als dat niet zo is, dan blijf je getrapped en moet je in deze kamer blijven. En dat ja, je gaat terug. Dan kom je automatisch maar weer terug. Oké. Okay. Return. Nou, eens kijken of ik meer geluk heb aan deze kant. Het antwoord is waarschijnlijk nee. Ik heb een kamer die in elkaar gestort is. Ja. Even kijken. Een cave in. Draw a dungeon card. The room is empty. Nothing happens. En volgende beurt mag ik kiezen om me terug te trekken of door te gaan. En ik moet agility kiezen. Nou ben ik toevallig vrij agile, dus dan kan ik over die rots heen hoppelen. Nou, en ik zal wel moeten, want anders moet ik door die deur heen denderen. En dan ben jij weer. Jij hebt... Search! Search! Jij gaat searchen. Ja. Search! 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 Oei. Je hebt gewoon iets leuks gevonden. Oké. Okay. En dan mag jij... Ja. Een andere stapel nemen. Wie zegt dat jij mocht naar daar gaan? Okay. Ik heb geen andere keuze. En nu zit ik dus vast. Nee, en dan je zult door het spinnenweb en moeten gaan worstelen. Ja, kost gewoon wat tijd. De room is empty. De room is empty, dat is altijd fijn. Ik ga proberen door de rubble heen te gaan. Mijn agility is 9, dus ik moet 9 op lager gooien. Ik gooi 9, dus ik ben er doorheen. Even kijken. Nee, if, attempt, je komen, if you succeed, you cross and continue your turn as normal. Dus dan mag ik nog een gewone. Eentje? Ja. Ja. Nou, ik ga volgende beurt proberen over de rubble heen te klimmen. In de hoop dat ik ergens terecht kom. Ik krijg een eerlijk doodlopend hoekje de rechtstreeks de muren. Ja, je kunt bijna. Meeste niet... scorpioenen zijn al laat. Ja, maar die lagen ook in dode mensen. Ja, maar. Oh, skelet, wat interessant. La 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 la. Oh, je schorpioenen, dat had ik niet verwacht. Ja, ook een avonturier, hè? Ja. Ja. Mm. Het is donker, warm en vochtig. Eens even kijken wat hier ligt. Oh, schorpioenen, wat een verrassing. Ik ga wandelen, ja, ik heb niet veel keuze naar hier. Oké, ja. Na, 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 na. Oh jee. Nou, je kunt er in ieder geval alle kanten weer op, dat scheelt. Dat is wel positief. Eens kijken of je weer een lege kamer. Ik denk dat ze maar één kant op kan, want al de rest loopt zo. Wat heb je gevonden? Oh, oké. Okay. Nou, ik ga voor de lol proberen of ik dat hek een keer, valhek een keer leeg krijg. Ik heb nu 7, mag ik hebben. Ja, dat is natuurlijk. Yay! Dan ben ik die allemaal kwijt. Die dobbelstenen lagen hier trouwens, als je die aan het zoeken bent. Ja. Even kijken, en na een paarse kamer. Nou, is verder niks. Dat was mijn portie vreugde deze beurt. Oh ja, ik krijg gewoon een dungeon. You may search the crypt. Maar natuurlijk, want wat kan er misgaan? Een speertrap. Dat moet je niet vinden. Been there, done that.
Even kijken. Test luck. 6 is het getal. 6. If you fail, you suffer. Oké, ik heb. Ik heb in ieder geval niets negatiefs gevonden. Jee. Weer een beurt verpest. Jij bent. Laten we een search doen. Want wat kan er misgaan in dit spel? Daarom. Schorpioenen. Ah, oh, schorpioenen. Ja. Nee, je moet positief denken. Leeg. Ah, jammer. Fool you. Hey, zit je in de vuur te eten? Ah, ja. Kijk eens wat ik kan. Hij is uit. Ah! Nou ja. Dan moest er mee olie doen, zeker. Je mag een bescheiden test gooien. 7. Je hebt toch ook altijd zulke dingen om perfect die in de cijfer te gooien? Ja, je mag gelijk doorgaan, dus je mag nog een movement erachteraan doen. Ja, nou waar ga je, hè? Ja, kan niet veel, hè. Ik heb maar één optie. Je hebt dit vooral. Kijk, hem hier. Dus we gaan naar daar. Hey, dead end. Dus ik zit nu vast. Nee, nou, je kunt hier de crypt in gaan of via het spinnenweb daar. Ik zal de crypt in gaan. Ik kan weer de catacombs in. Dan kan ik ook naar beneden gaan. Ja. Ik heb geen idee hoe ik dan ooit nog terugkom, maar dat zien we dan alweer. Dat was mijn. Ik moet nog wel reguliere dungeon. Oh, dat is de reshuffle. Daar is die. Dus om te zorgen dat de dekjes vrolijk doorgaan. Op willekeurige momenten. Er zitten in ieder geval alle empty. Nee. Jij zweet zo erg dat al die fakkels gewoon uit. Ik ben zo bang. Daarom dacht ik, dit is heel tof aan mijn team. Maar. Oef. Oh shit. Het is ook niet handig om te zweten boven je fakkel. Nog afgezien van het vuur wat dan in je gezicht slaat. Brand. Uitmaken. Wat? Oké, dus 7 is weer het getal wat je moet halen met de 2 dobbelstenen. Of lager. Ja, zeven. Zie je? Ik heb toch gezegd. Als ik knal op dat cijfer. Dan krijg je deze. Ik ga hier naar boven. Hoeveel tijd hebben we nog? Joh? Ah, tijd zat. Ik ga hierheen. En dat is een hele saaie kamer. Maar er ligt wel een dode avonturier. Dus daar kan ik er eens eventjes flink in zoeken. Ja. En er ligt. Of zo. Nee, in dit geval is die leeg. Het is gewoon een dode avonturier. Daar moet je ook niet aan zitten. Dat is vies. Ik heb een exit. Je hebt een exit, dus dan zou je 2 hier naartoe gaan. Mm-hmm. En dan mag je links of rechts kiezen. Ish. Links of rechts of rechtdoor. Rechts. Rechts en dan gooi je 1 dobbelsteen om te bepalen waar je naar boven komt. Of het wel? Nee, ik kan eens rechtdoor. Je pak rechtdoor. Rechtdoor. Okay. Pak maar rechtdoor. Dan gooi de dobbelsteen. 2. Oh, you lucky bastard. Dan mag je daar een kaart. Dit wordt gezien trouwens als 1 ruimte. Ah ja, oké. Okay. Nou, dan sta je in een gewone kamer. Dus dat betekent dat je in een gewone dungeon kamer. Alrighty then. A dead adventurer. Hoeveel schorpioenen kunnen er nog in zitten? Ja, daarom. Ga je ook in de... Geef me geld. Misschien moet die meneer wat therapie opzoeken. Ja, shuffelt anders een keertje. Oh, en dan zijn we zeker dat die schorpioenen erin zitten. Dan zitten die schorpioenen er weer in. Ja, daarom. Hè? Oh, ja. Ja, dat is Je begon ze te missen. Ja. Ja, daarom. Ik zal eens kijken of ik ze een beetje steekachtig naar... Oh, hier heb ik er eentje. ik zal je gewoon een waaier aanbieden. Dat is misschien eerlijker. Als je zelf schorpioenen er dus uitvindt, dan... Ja, dus. Nee. Een andere portie vreugde. Dus jij moet nu gaan bepalen waar je er normaal gesproken uit zou gaan. Je gaat er gewoon weer ergens op beginnen. Wat jij nu gaat doen is... 1, 2, 3, 4, 5. Dan mag je kiezen welk kant je op zou willen. Naar boven. Gooi een dobbelsteen. 4. 1, 2, 3, 4. En dan kom je zo. En dit is waar je nu begint. Deze kaarten gaan allemaal weg. Dus je zit erin is dat je moest bijhouden. Ja. Nee. Tenzij je inderdaad schat of zo. Ja, nee. Maar jij begint dus eigenlijk nu vanaf hier weer door de catacomb. Je bent gewoon verdwaald. Of eigenlijk ben je in paniek. Rond gaan rennen. Oké, misschien had ik op moeten letten waar ik in ren. Beginnen we toch opnieuw? Hey. Hey, wat kan er misgaan? Ja. Ja, dan blauw ik ze biedt met een fakkel, hoe die zegt. Ja. En dan zometeen zit je hier weer. Ah, ik heb de uitgang gevonden. Oh, wacht, daar was ik helemaal niet naar op zoek. Ik jou niet weet.
Wie weet. Ik ga proberen door de deur. Oh ja, door de deur, deur, deur. Door de deur, 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 deur opens. Dat is altijd fijn. Dus dan hoop ik dat er een doorgang is. En die is er uiteraard niet. Nee. Nee. Stel voor. Hè? Stel je voor dat het spel een keer... Dus is ik nog... Stel voor dat je bij mij mag komen staan. Nou, ik heb wel weer een dode avonturier gevonden. Dus die ga ik maar eens eventjes onzedelijk betasten. Nou, ik vind het weer iets smerigs. Ja, er liggen veel. Ja. Nou, dit valt nog mee dat er zo weinig mensen sterven. Ja, ja, nee. Je mag niet bij mij komen staan. Nee, dat mag dat niet. Mag niet. Dus dan ga ik maar hier naartoe. Daar ben ik blij om. En dan kan ik waarschijnlijk nog steeds... Ka, leren weer een dag. Zit weer in een kutka. Zonder deuren. Nu letterlijk zonder deuren. Jee. No jee. Ja, en wat gebeurt er nu als je... Als je twee keer... maar twee keer searchen. Ja, dan daar is een regel voor. Oké. Okay. Nou, ik ben in ieder geval voorlopig nog even zoet. Ik ben heel dichtbij. Ik ruik goud. Maar... Ik haat het wel. Ik wil graag de deur doen. Je wil de deur doen. Ik hoop dat hij nog steeds op het slot zit. Want je bent zo enthousiast. Oh. Nee, nee. Ik heb het idee dat hij nog steeds niet open gaat. Hij klemt ook een beetje. Nee, de deur gaat open. Ja. Even kijken. Als je in de treasure room bent. Voor het begin van beurt. Oh ja, je trekt een treasure kaart. Cool. Daar. Treasure. Yes. En dragon. Nou ja, dat komt er gewoon op neer. Als je hem wakker maakt, gaat hij je levend roosteren. Hoe meen je dat? Nou, dat niet meteen, maar wel vrij snel erop. Strength. If you succeed, you must immediately move again. If you fail, you are trapped. Ja. Strength is niet gelukt, denk ik. Nee. Nou, dan heb je nu gewoon +1. Zoals nu sta je hierin totdat je klaar bent. Dan is die aan jou. Nou, dan weet je wat je te doen staat ondertussen. Ja. 7. Blijf. Ook zoveel fakkels uitmaken. Ah, vuur! Ja. Oh nee, wacht, ik had het nodig. Zie je, weer 7! Ja! Of je kunt je fakkels. Ah, ik ben bang voor vuur! Oh nee, wacht, ik had het vuur nodig. En dit is nu al de 13e keer. Ah, vuur! Oh, ja. Ja. Oh, heerlijk. Misschien kan ik onder water iets zien. Nee, wat een dom idee. Je mag wel doorgaan met Jeff Bird. Welke kant wil je oprennen? Ik zou... Ja. Naar mijn kant komen. Dan. Nou, ik zou weggaan hier. Dit is theoretisch gezien het dichtst bij. Oh, maar ik van plan wat gewoon. Ik van plan was. Ja, nee! Ja, maar jij bent heel sterk. Je hebt sterk 5. Gewoon doen. 2? 2 dobbelstenen. 2 dobbelstenen. 5 of laag. 5. Nee, 6. Dus. Krijg je een +1 bonus. Ik doe een beurt niet mee. Zie je? Ik heb toch niet altijd gelukkig. Dus dan is het niet, ja? Ja, het is ook gewoon dobbel. Ik moet... 3. 4 nu. 4. Ja, no. Dat is nog geen 4. Nou, jij moet ondertussen 6 gooien. Nou, het is alweer gelukt. Dan ga je onmiddellijk bewegen. Dus je mag hier naartoe, of weer verder daar naartoe. Deze kant op? Ja. Nee. Maar dat is niet eens heel erg. Ja, die roteert gelijk, dus dan kom je hier te staan. Krijg je een reguliere dungeonkaart. Ga je de catacombes gokken of ga je gewoon rennen? Je hebt in principe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beurten nodig. Dat is een beetje tricky. Catacombes zijn in dat opzicht sneller. Maar ja, we zijn met z'n tweeën. Maar dat betekent dus ook dat we met z'n allen wel op die exits aan het azen zijn. Ja, daarom gaan we gewoon verder. Het wordt sowieso close. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Dat is omdat ik er straks allemaal mijn witjes heb gehad. Even kijken, je hebt nu een portcullis, dus je moet even een strength check doen. Anders blijf je strength staan in het spel. Ja, staan. Tuurlijk, ja. Weer strength, natuurlijk. 3! Ja! Ja! Oh, hij haalt het ook gewoon. Positief denken. Heerlijk, beschaafdheid dat je er bent. Ik weet ook niet wanneer ik ben nu 1, 2, 3, 4, 5. Ik zit hier al. Mijn been spijt, dan moet ik elke beurt moet gooien en kijken of die... Of die me niet vreselijk aan ligt te knagen. Ja, oeh, nice. Dan is die weer aan jou. Nee, ik ga gewoon rechtdeur. Rechtdeur de. Rechtdeur. Kijk nou nog maar mooi eens aan. Gaat hij de goede kant op ook nog? Ja, ja. Het is ongelooflijk. Ik kan het niet te doen. Empty. Lekker. Ik wou vechten. Oh nee. Wat moet je doen? Ofwel attack, ofwel proberen te...
Escapen. Escape. Oké, nou als je wil escapen. Jij schudt jouw powerkaartjes. Dat zijn die vier met jouw symbool erop. En ik schud de mijne. Als je gelijk spel of groter, dan ontsnap je. 2-2. Jij wint. Je ontsnapt. Dat betekent dat je onmiddellijk weer beweegt. Nou, voor het geval, voor het voorbeeld, de combi's, dan sta je hier. Oké, dan ben ik weer. Wat ga ik doen? Oh, ja, ik ben... Jij blijft trommelen. Ik heb in ieder geval een exit gevonden. Hey. Even kijken, dus dan ben ik, nou ja, hier. Bad. Maar sta ik niet in? Het nadeel is, als ik 2 of 1 gooi, dat ik hier niet, ik een beter die kant op ga. Dus dan ben ik dit allemaal kwijt. 1 dobbelsteen. 6. Nou, dan ben ik in ieder geval ook buiten. Dat is zeldzaam. Nou heb ik niet... Ik ben hier nooit geweest, dus ik ben niet heel enthousiast over mijn score. Ja, ik moet nog buiten geraken. Ja, even kijken. Dus, nee, ik heb juist gedaan. Je hebt net gedaan. Oké, dan heb jij... jij moet een strength check doen. Ik heb nog 7 beurten. Ik heb 4 of lager. 4 of lager. Oh. Nee. Dus dan gaat het, als jij die dan één vooruit wil doen, dan is 5 of lager. Dat red je. En dan heb je gratis een movement. Natuurlijk naar die kant. Nee. Een gele. Dat betekent gratis een movement. Ja, ja door. Hopen dat het geen dood is. Echt waar. Ja, echt wel. Oh, heerlijk. Maar. En dan? Nou ja, dan heb je. Kan ik terug lanceren. Dan heb je opties inderdaad om die kant op te gaan. Of. Novel Surge. Je krijgt sowieso deze. Empty. Empty, dat is lekker. Dan ben je weer aan de beurt. Dan kun je of een search doen in de hoop dat je een secret passage vindt. Of je kunt 1, 2, 3, 4 beurten heb je nodig. Dat is gegarandeerd. Maar dat, ja, daar zitten risico's. Maar alles zit risico's. Search. Empty. Empty. Oké. Ja, dan gaat de klok gewoon weer 1 vooruit. Nou, daar zitten we op de 1. En waarom te gooien? 2. Ja, we moeten geen 1 gooien, want dan is het spel voorbij. Dan wordt de draak wakker en dan ontploft de hele dungeon. Ga je nog 1 keer searchen? Of ga je rennen? Search, kom maar. Ja, het heeft toch geen zin als ik nog... Dan... Nee, nou ja, search, kom maar. Ja! Ja! Hij vindt hem ook gewoon, hè? Dit is zo zeldzaam dat iedereen eruit weet te komen. Echt? Nee, dit is... Nou, dan is de vraag... Oh, mijn man. Ik heb 50 goud. Ik ben blij dat ik iets gewonnen heb. Ja, jij gaat niet stuk in, touw. Ik heb 120, 370. Maar. Oh jee. If you exit Dungeon Fire Dungeon, you may roll 2 dice at the end of the game. The chest has gold value equal to the... Maal 100. Oké, dus jij... Wat jij hebt nu? Ja, ook zoiets, maar... Dan, you may roll 2 dice at the end of the game. En dan die... Ja, 2 tot 5. Ja, doe maar. Moet ook rollen. 5, dus ik krijg 500 punten. 500 punten erbij. En jij moet gooien. Ja, wacht hè. 2 dice. 2. Daar, maar dus 5. Ja, of je maakt er 5. 7. Zeven. The chest has a gold value equal to the result multiplied by 100. 100 is ook 700. Maar. Ja, daar komt het, hè. Ik heb hier ook nog een dingen. Oh, schat, je hebt de Staff of Life. Ja. Ja, 700. Gewonnen, 700 erbij, dus ja. Dan... Gewonnen. Het zou toch mooi zijn moest ik die andere staf ook hebben, hè? If you also have the sun spear. Oh! Dat is een combined van 6000. Nee! Hoe kom je daar? Zitten die allemaal in de... Oh, de mazzel. En dit heb je gewoon gevonden in de kit. Ook 5000. Ja, dat is wel redelijk nice. Bravo. Ik heb ook 50. Ja! Ja, en nullen tellen niet, dus... Nee, heb ik ook maar 5. Nou, proficiat. Ja. Ik denk dat het duidelijk is wie dat er gewonnen heeft. Ja, met 5000 hebben we redelijk... Oh, wauw. Ja, dat is wel netjes. Dat is niet heel veel wat er overheen gaat. Wel, ik denk dat het duidelijk is... Vrouw dat... Fortuna stond aan iemands zijde. Ja. Ik kon het wel gebruiken, hè? Dus het puntje, dus... Ja. Dus ja.
De score.